Yes mensen, welkom en leuk dat jullie kijken. Vanavond is het zover. De bekendmaking van de winnaars van de 1000 subscribers winactie. Ja, ik heb al jullie unieke reacties uitgeprint op papier. Die ga ik zo meteen uitknippen. Dan hebben jullie allemaal een eigen unieke loodje. Ik maak een bakje voor de reacties van magneetvissen en een bakje voor de reacties voor de metaaldetectie. En dan gaan we de winnaars trekken. Ja, jullie hebben echt ook hele leuke reacties achtergelaten. Sommige zijn echt erg creatief geweest. Ik zal er bijvoorbeeld een paar oplezen. Laura haakt. Gefeliciteerd met je 1K abonnees. Magneetvissen. Het ruimt lekker op. Soms een dikke vangst, soms een flop. Lekker met je maten, lekker buiten zijn. Dat maakt magneetvissen zo fijn. Ja, helemaal waar. Ja, soms heb je echt een topdag en soms is het ook niks. Maar zeker door blijven gaan. Xander Langsmit. Hoi, onder andere jouw filmpjes over magneetvissen hebben mij nu ook enthousiast gemaakt. Bedankt, met of zonder prijs. Ja, super tof. AlphaSut 1972. Metaaldetectie maakt mij zo blij met de video's van Vink MD erbij. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ga al jullie unieke reacties uitknippen. Dan gaan ze in de pot. En als jullie nou zitten te kijken en denken, hey Vinky, jouw haar zou toch blauw geverfd worden bij de 1000 abonnees? Dat klopt. Dat gaat komend weekend gebeuren, want Tim Odi zou dit natuurlijk doen. En ik zie hem zaterdag, dan gaan we een dag magneet vissen. En hij gaat dan mijn kuif blauw verven. Dus blijf dat ook zeker kijken. Dat wordt natuurlijk weer helemaal lachen. Een beetje gekkigheid op zijn tijd moet ook kunnen. Oké, daar komt hij dan. We gaan beginnen voor de prijs voor het magneetvissen. De Allround Magneet 150 kilo trekkracht. Ik heb alle loodjes in deze bak zitten. Dit zijn alle loodjes voor de magneetvisprijs. Ja, iedereen die erop gereageerd heeft. Ik heb ze, ja, alle unieke reacties zitten hierin. Dus daar komt hij. We gaan even husselen natuurlijk. Want we moeten natuurlijk wel een beetje door elkaar heen. Oké, nou, ik ga er een pakken. Dit wordt hem. Ik heb hem hier in mijn hand. Even kijken. Gekke Lucky. Gefeliciteerd Dirk, het is jou gegund. Ik zou erg graag de magneet willen winnen. Want dan heb ik nog een goede magneet erbij voor het magneetvissen. Nou gekke Lucky, van harte gefeliciteerd met jouw prijs. Stuur mij even een bericht en dan houden we contact. En dan gaan we regelen dat die naar jou toe komt. Yes! Nou snel door naar de metaaldetectieprijs. Ik heb hier alle loodjes voor de metaaldetectie in zitten. Ja, dat zijn er ook heel veel. Alle unieke reacties, alles zit hierin. Ook weer eventjes husselen. Ja, dat is massaal gereageerd. Dus even kijken. Nog een beetje husselen, nog een beetje. Kijk maar even mee. Deze wordt het. Wat staat hier? Stan Dobbe. Ik kan eigenlijk niet kiezen tussen magneetvissen of metaaldetectie. Maar laat ik dan toch maar voor metaaldetectie gaan. En gefeliciteerd met de 1K abonnees. Hopelijk als ik win kunnen we samen een leuke zoekdag ervan maken. Nou top, Stan Dobbe. Ook van harte gefeliciteerd. Ja, jij hebt dit te gekke grasmes gewonnen. Ja, dit is echt een super dingetje. Dus daar ga jij een hoop plezier van krijgen. Oké, dat was hem. Bedankt voor het meedoen. En niet getreurd als je niet hebt gewonnen. Want jij bent al een winnaar doordat jij deze fantastische hobby uitvoert. En blijft volgen. En in de toekomst gaan er nog meer acties komen. Dus wie weet maak je dan opnieuw kans. Dan dank ik jullie voor het kijken. En het meedoen. En tot snel bij de volgende keer. Yes!